Normaal gezien ging vlog 5 gaan over de lactates die we deze week gedaan hebben. Helaas. Helaas heeft deze week al mijn elektronica besloten om het af te laten weten. Mijn gsm was in Portugal al gaan zwemmen. De GoPro, ja, die is al een eeuw oud. En die heeft elke keer een nieuwe batterij nodig, elke keer als je een filmpje maakt. Ook niet bepaald handig. Deze camera die was ik gewoon kwijt. Die lag blijkbaar in mijn auto, die ook dringend gemaakt wordt. Met de beelden die ik dan had, had ik vlog 5 gemaakt. En toen is de computer gecrashed. Ik denk dat het universum mij iets wil zeggen. Stop met alles wat met technologie te maken heeft. Buiten mijn vloggen. Want ik heb nog geen camera. Voilà. Goed. Ja, wat heb ik deze week gedaan? Kringel, bom, bom, tan, tan. Is er weg? Ja. Zijn er boven geraakt? Gaat lukken, Marcel, 21 per uur. Ja, het staat op camera, hè? Zij gaat het halen. Hè? Zij tegen 21 per uur, jij tegen 21 per uur. Jij mocht niet praten. Belastingen van mijn auto, belasting van het vennootschap, sociale bijdrage. Oké. Okay. Zeg, wat gaan we doen vanavond? Tradition! Ja, dat zal nog niet zijn! Dat is de laatste. Terug in Leuven. Het is pistraining vandaag. Het is vrijdag. Het is na 10. Beetje aan de late kant. Maar ik train graag of vroeg. Dan heb ik nog de rest van de dag om iets te doen. Of vlak voor het eten. Ik kan vandaag 2 keer 400, 400, 300, 200 doen. Niks te crazy. Gewoon nog een klein beetje bijprikkelen voor de eerste wedstrijd. Van 10 zeg ik zover. En dan hoort ook over een hele reeks wedstrijden. Van nice dan. Maar ben je blij dat je op stap bent? Ben jij mee, Peter? Wat ben je aan het eten? Banaan. En welke kleur hebben Maarten haar botten? Blauw. En welke kleur hebben Emma haar botten? Rood. Ja, Maarten? Peter heeft geen botten aan, hè? Peter heeft alleen maar Nikes. Nike. Pas op voor de katten, mannen. Hey, dank je.